in actie. Mijn laatste minuten hebben hier geslagen bij Cultuur in Actie live via cultuurinactie.nl. 7 dagen lang, 12 uur per dag. Mark Posten zit op dag 3. Hoe gaat het? Nou, volgens mij gaat het hartstikke goed. Ja. We zitten met meer dan 225.000 deelnemers op ons virtuele Malieveld. Dat vind ik echt waanzinnig, ja. Nu al. En allemaal gasten die aanschuiven heel de dag, kunnen er nog mensen bij? Bijna niet meer. We hebben 500 timeslots, zoals dat heet. Blokjes gemaakt van dat mensen hier ontvangen kunnen worden. Ja. Dus ik zou willen zeggen in de langste talkshow ever. 7 dagen lang, 12 uur door jullie ontvangen. En we zijn bijna vol. Maar we zijn aan het nadenken over een oplossing zodat als mensen, want er blijven mensen zich aanmelden. Het is natuurlijk leuk als die teller door blijft lopen. Dat op ja, maar moet wel gelegitimeerd natuurlijk goed blijven. Dus daar zijn we nu aan het denken. Aan het koken. Maar het is natuurlijk wel geweldig dat zoveel mensen hier langs willen komen om zoveel mensen te vertegenwoordigen. En zo divers en zo leuk ook hele bijzondere optredens. Ja. Van allerlei diverse pluimage. Ja, alles komt voorbij. Nou, een aantal hoogtepunten namens jou van de dag? Nou, even hoogtepunten, maar wat ik interessant vooral ook vond, is vanmorgen, ik haal mijn telefoon er even bij om als speakbriefje. Ik ben geen rapper, maar dat doen rappers meestal. Maar goed, is een... Ja. Ik kan even een beat drop, hoor. Of niet? Nee, ik wil wel rapper. Nee, dat ga ik niet doen. Wat moet de overheid doen? Op die vraag had Boris van der Ham het volgende te zeggen. Maar wat verwachten jullie dan van de overheid? Je kunt toch ook niet... Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat verwachten jullie ervan? Laat ik als een open vraag stellen. Eigenlijk twee dingen. Allereerst, hou de producenten die er nu zijn... helpt die een beetje overeind te houden. En dat heeft te maken met schadevergoeding. Als ik het heb over die 42 miljoen... We hebben nu een goede afspraak gemaakt met theaters... om elkaar een beetje tegemoet te komen, maar de theaters staan natuurlijk ook om omvallen. Dus daar moet extern geld bij. Dus dat moet de overheid, of het nou de Rijksoverheid is, of de lokale overheden, daar moet geld bij. En ten tweede, en dat gaat veel meer over de toekomst, hoe gaan we ervoor zorgen dat we de diversiteit ook voor de toekomst garanderen? Ga met ons om tafel zitten. Ga ervoor zorgen dat we een plan maken hoe we stapje voor stapje gaan opstarten en dat we dat ook financieel kunnen volhouden. Dat is wat we willen. En je merkt dat de minister van Engelshoven, maar ook Wiebes en anderen, dat die natuurlijk wel incidenteel met ons praten. Niet alleen maar met ons, maar ook met andere meer commerciële cultuurmakers. Maar een echt structureel overleg. En ook met de erkenning hoe belangrijk dat is dat dat allemaal overeind blijft. Althans een groot gedeelte daarvan overeind blijft. Ja, dat merk je gewoon. Te weinig. Er wordt te snel gezegd, ingewikkeld, moeilijk, et cetera. Er wordt vooral teruggekeken en vooral gepraat over wat er allemaal wel is aangeboden. Dat is ook hartstikke goed wat er wel is gebeurd. Maar er moet nog zoveel meer gebeuren. Willen we de diversiteit en de rijkheid voor de toekomst ook veiligstellen. Ja, duidelijk verhaal. Nou zeker omdat we creëren deze week dus een podium voor de gehele culturele sector. Ik denk dat dit een podium al nu is en zeker gaat worden. Het enige misschien wel podium waar echt alles qua smaak van de cultuur op één podium is geweest, om maar zo te zeggen. Dat is nog niet zo gebeurd. En wat een veelgehoorde stem is nu Boris van der Ham, maar Freek van der Linden had het zaterdagochtend ook al meteen over. Dat er nu iets ontstaat, een dynamiek van een gezamenlijkheid. Dus niet alleen de theaterproducenten of dan ook. Maar een gezamenlijkheid kan ontstaan om met z'n allen, dus de hele culturele sector, als één stem, als één team, de minister kunnen helpen om tot dat Marshallplan, zoals het ook wel eens genoemd wordt, dat in te kunnen gaan vullen. Dus dat vond ik interessant bijdrage ook daaraan. Je hoort het steeds meer deze week komen. En ze komt dus? Ze heeft toegezegd om te komen. Vrijdag? Vrijdag. De assistent heeft nog niet teruggebeld. Misschien kan ze even contact opnemen met www.cultuurinactie.nl als je zit te kijken. Je zit natuurlijk te kijken. We kunnen je niet bereiken. Dus misschien is er iets mis. Misschien ligt de telefoon ernaast. Ze komt vrijdagavond, maar we willen natuurlijk de precieze tijd weten. En dan kunnen we daar ons helemaal op inrichten. Dat is het eigenlijk. Dat komt wel goed. Een ander, Pieter Lubbers. Prachtig bedrijf. Backbone, internationaal opererend. Technisch producent. Heel mooi bedrijf. En het trof mij ook wel wat hij zei. Laat kijken. Jullie zijn een internationaal bedrijf, maar dit is ook een pandemie. Het is een internationaal probleem. Dus afgezien van dat er 1 september dan hier blijkbaar een soort van deadline is... waarvan ik mezelf afvraag of dat voor grote evenementen niet enorm naar voren wordt geschoven nog... is dat overal ter wereld? Dat is overal ter wereld. We hebben een kantoor in Jakarta. En die waren net voordat we in Nederland in de intelligente lockdown gingen... zijn zij als land helemaal dichtgezet.
En zeg maar, plus minus 3 weken nadat Nederland aan de gang was, begon het in Amerika. Terwijl ze daar op dat moment nog dachten, goh, wat is het heftig bij jullie, zeg. En 3 weken later hebben ze hetzelfde aan de hand. Ja. Dus daar ligt ook alles stil. Stoer, tof bedrijf wat overal in de wereld werkt. En ik vond het ook weer een exemplarisch voorbeeld van dat het niet alleen maar gaat over Nederland zelf, maar vanuit Nederland, dat we ook een internationaal opererend land zijn met in de creatieve sector, dat er natuurlijk buiten de landsgrenzen ook heel veel te doen is, zou ik maar zeggen. En dit was een goed voorbeeld van deze MKB'er, zou ik willen zeggen, en hoe kwetsbaar dat is. Ja. Had ik er nog eentje? Ja. En dat is van een theatergroep, Roeland Dekkers. Vond ik wel leuk wat hij zei. Van Bontehond. Ja. Ik vind het echt geweldig, eerlijk gezegd. Ik geniet er zo van. Ik heb zo'n laptop en mijn kinderen, iedereen wordt er helemaal gek van. Ik neem de laptop de hele tijd mee naar de douche, naar het toilet, naar de keuken. Dat vind ik echt heel overdreven. Ik bedoel, ik vind het heel erg leuk om dat te horen, maar ook heel erg overdreven. Ja, dat is het ook. Maar weet je wat zo fijn is? Iedereen spreekt zich uit over de waarde van kunst. En dat vind ik heerlijk om eens te horen. Ik vind het zo leuk om te horen, want het zijn hartstikke ingewikkelde omstandigheden. Ook voor ons gezelschap, voor jeugdtheater. Maar dat iedereen zegt hoe belangrijk het is. Je krijgt er energie van. Ik vind het heerlijk. Echt waar. Veel beter dan Netflix. Zet Netflix maar af. Dit is veel leuker. Dat was een fijne veer voor ons hele team natuurlijk. Wat goed. Ja, die staan hier ook gewoon maar eventjes 7 dagen, 12 uur per dag hun reet eraf te werken. Zeker, en helemaal vrijwillig. Ja, alles voor de kunst. Ja. Applaus voor jezelf zou ik haast willen zeggen. Applaus voor jullie. Ja, als laatste nog 4 dagen te gaan. Nog 4 en een deeltje. Waar hoop je nog op? Ik hoop dat die deelnemers alleen maar zullen stijgen en stijgen. Want hoe meer draagvlak we hebben, hoe meer we ook naar Den Haag wat kunnen doen. Zeker. Dus en volgens mij gaat het goed. Want die timeslots, wat ik al net zei, die zijn al bijna vol. Dus er worden nog heel veel verhalen verteld. En mooie optredens krijgen we nog. En vanavond wordt jouw stoel... Gijs Staverman, die komt hier zo meteen 4 uur zitten. Gijs, alvast heel veel plezier. Het was waanzinnig om te doen. Het is inderdaad voorbij gevlogen. Richard Groenendijk zei het gisteren, maar inderdaad. Ik heb er wel wakker van gelegen vannacht. Maar het vloog voorbij. Het was heel inspirerend en ook lekker om weer eventjes te doen. En vooral ook om zoveel cultuur te voelen en te zien. Ja, dank dat je het wilde doen. Nou, dank dat jullie mij gevraagd hebben. Okay. Wie hebben we vanavond nog? Nou, ik heb een paar. We hebben bijvoorbeeld straks 6:15 Jacco Kierkjonger. Die is publieksopwarmer. Ach, nou, Jacco, die ken ik. Ja, die ken je? Zeker. Hij is er niet. Het is ook vrij stil, merk je dan meteen. Dus wat doe je als publieksopwarmer? Ben ik gewoon benieuwd naar. En waarom doe je dat überhaupt? Weet je wel? Dat bedoel ik niet ironisch. maar meneer Van, dat zit natuurlijk ook op een vlog in dit vak. En die zal zijn publiek op zijn manier ook missen. Ga je dadelijk 30 man laten klinken als een volle zaal natuurlijk? Ja, dat soort dingen. Ja, met geluid kan je dan dubbel eten, had gezegd. Maar als dat live publiek is, is dat weer wat anders. Verder hebben we Alfred van de Heuvel vanavond, Vincent Pijlo, Slikker, journalist. Nou ja, een heel lekker vol programma ook weer. Kortom, nog 4 uur om naar uit te kijken. Ja. Heel veel dank dat u gekeken heeft. Ik ga afscheid van u nemen. Heel veel succes nog. En ik hoop dat de teller nog lekker omhoog gaat. Ja, moet lukken. En als vrijdag de minister hier zit, dan zit ik voor de laptop. Heel goed. Dankjewel, Mark. Dankjewel. Tot zover mijn aandeel. Tot ziens.